En die geeft dan in ieder geval nog een paar interessante tegenstanders te zien. Nikolaj Guliaev in de binnenbaan, de winnaar gisteren van de 500 meter. En hier Thomas Kuhn, de 21-jarige Duitser. Die op een 16e plaats staat in het klassement na twee afstanden. Maar omdat hij weet dat hij 22e werd op de 5 kilometer, ook niet in aanmerking komt voor de slotafstand morgen. En de enige mogelijkheid voor Guliaev om daar ook uit te mogen komen is dat hij winstboekt nu via de 1500 meter. Hij staat 11e in het klassement na de eerste dag. En u weet dat de eerste 8 na 3 afstanden doorgaan naar de 10 kilometer. Met andere woorden, Guliaev zal een hele goede 1500 meter moeten rijden om zich voor het eindklassement te plaatsen. Hij opent in 24-8. En dat is in ieder geval heel snel. Het blijft heel erg mooi om te zien hoe goed technisch die Russen rijden. Dat ziet er altijd goed uit. Mooie lange slagen. De 700 meter tijd. Guliaev 54-5. 2/10 langzamer dan Leo Visser. En is het nu weer afwachten of hij door kan gaan of niet? Op de 5000 gisteren was daar geen sprake van in ieder geval. En op de 1500 is het verval ook al daar. 1:26.3 is nu bijna 2 seconden langzamer al dan Leo Visser. En dat is echt een gebrek aan conditie. En dan moeten we er toch van uitgaan dat deze 1500 meter Guliaev niet in het eindklassement van de 4 afstanden zal brengen. Kijk eens hoe Kuhn nog heel dichtbij kan komen in die laatste binnenbocht. Guliaev kan dan nog net de rit zeggen halen, maar daarmee is ook alles gezegd. En komt niet eens onder de 2 minuten. 2:00:13. Buitengewoon teleurstellend optreden voor de man uit de Sovjet-Unie. 2:00:50. De eindtijd van Thomas Kuhn. En daarmee is voor beide rijders het doek van dit Europees kampioenschap definitief gevallen. Ook hen zullen we morgen niet meer terugzien. 24.291. En met de vrolijke constatering dat Leo Visser de winnaar is geworden van de 1500 meter hier in Sarajevo, kunnen we deze uitzending besluiten. Straks meer met de 3 kilometer dames.